Ik ben Roland van der Kleij, kunstenaar, schilder te Hoek. En hier in de Art Gallery Pot hangt het schilderij De Drieling van Ter Houder. En daar ben ik nu aanwezig om over te vertellen. Hallo, ik ben Brenda Baart. Ik ben galeriehoudster bij Art Gallery Pot en ik ben interieurstyliste bij Decoration. En vandaag ga ik u meer vertellen over het schilderij van Roland van der Kleij. Dit schilderij dat heb ik gemaakt in 2019, toen er bomen tegenover mijn huis werden omgezaagd. En dat gebeurde nogal rigoureus. Met andere woorden, ik zag mijn uitzicht verdwijnen. En dat geeft reden tot protest. En toen had ik het opgepakt om daar een schilderij over te maken. En dat is wat je eigenlijk hier ziet. Dus de oude Bonte Polenstraat, dus recht tegenover mijn huis in Hoek, Mauritsfort. En je kunt het zien aan de bomen die hier staan en al liggen, dat een hele rij bomen ineens verdween. En die bomenrijen die vind ik zo belangrijk voor het cultuurlandschap hier in Zuid-Vlaanderen. Er stonden er vroeger veel en veel meer en het worden er minder en minder en minder. En toen deze rij omgezaagd werd, toen ben ik in de pen geklommen. Ik heb de krant gebeld, ik ben een schilderij gaan maken en ik had een verhaal hierbij. En dat ging eigenlijk over boosheid, over het feit dat dat zomaar gebeurde. Achteraf gezien bleek dat ook te kloppen, want die bomen die werden gekapt zonder dat dat aangekondigd was. Dus illegaal. En uiteindelijk heb ik een gesprek gekregen met Staatsbosbeheer, dus degene die de bomen kapte, dus de eigenlijke boosdoener. En zij hebben toen dat serieus genomen. We hebben een heel goed gesprek gehad. Wederzijds respect en er zijn nieuwe boompjes geplant. En tegelijkertijd was er in de Hedwiggepolder een grote kaalslag aan het plaatsvinden. Omdat dat gebied onder water gezet moest worden. En de Hedwiggepolder heb ik al jarenlang gevolgd. Vanaf het moment dat het onzalige plan kwam om daar de nieuwe natuur te scheppen en daarvoor alle oude boerderijen te onteigenen, grond die generaties lang bewerkt zijn om tot cultuurgrond af te graven en te verarmen, bomenlanen om te zagen, complete verwoesting eigenlijk van dat hele gebied. Dus op het moment dat ik zag dat bij mij die bomen werden gekapt, was er veel meer aan de hand. En dat verhaal werd groter en groter en groter. Dus toen ik dit schilderij maakte, had ik er eigenlijk nog niet echt zo'n heel verhaal bij. Maar toen dat in het Wiegerpolder gelijktijdig gebeurde, kon ik veel meer doen met dit schilderij dan alleen maar het verhaal over een illegale bomenkap bij mij voor de deur. Dus het verhaaltje wat ik bij het schilderij had, dat werd groter en groter. En ik had op een gegeven moment het idee om het verhaal van de drieling van Ter Houder, dat slaat een beetje op die omgeving van de Hedwiggepolder, over het onteindigen van grond, het vanzelfsprekend maken van het afgraven van cultuurgrond. Dat werd een groter verhaal en daar maakte ik een boekje van. Dat is dit boekje geworden. En dat ontstond op het moment dat ik tijdens een vertelavond gevraagd werd om dit verhaal voor te laten dragen. En daar wat tekeningen bij te maken. Dus toen de vertelster het verhaal in het plataxels op het podium van Zaanslag begon te vertellen, had ik daar achterin een knop met een beamer en een heleboel tekeningen. En iedere keer als zij dan op het punt kwam dat een tekening getoond moest worden, kon ik de tekening laten zien. En op dat moment ontstond eigenlijk het idee om daar eens een boekje van uit te geven. En dat heb ik toen uiteindelijk serieus genomen van waarom niet? Eigenlijk hartstikke mooi om een eigen tijds spookverhaal te gaan vertellen. Maar eigenlijk vertel je dat verhaal van al die opgekropte woede die hier zit. Ik verpak het in een leuk verhaal. En zo is dit schilderij eigenlijk heel klein begonnen. En in een korte tijd helemaal uitgedijd tot een enorm verhaal. Waarom kunst in het interieur? Kunst is geen decoratie. Kunst geeft gevoelens, kunst geeft emoties. Kunst moeten we plaatsen in een passepartout van lucht. Daarom wil ik u dit vandaag tonen in een interieurontwerp met een schilderij van Roland van der Kleij. Kleur geeft een invloed op onze stemming.
Daarom is het ook heel belangrijk om het interieur goed in te richten en goed te letten op de kleuren. Persoonlijkheid speelt hier ook bij een hele belangrijke rol. Ik begin altijd vanuit het kunstwerk en daarvan selecteer ik de kleuren die ik denk dat mooi en goed passen in dat interieur. In dit geval hebben we gebruik gemaakt van Cornwall Black, Cypress White, Olive Green, Casper Blue en Mystery Grey. Dit zijn enkele kleuren uit het assortiment van Decoration. Decoration heeft 27 kleuren die bij elkaar passen. Je kan ze onderling allemaal gebruiken. Ze vloeken nooit bij elkaar. Dit geeft ook een makkelijk perspectief om het interieur in te richten. Kunst geeft uw interieur energie en elegantie. Ik ben net als de kunstenaar die start van een leeg canvas. Zo start ik met een lege plattegrond. Dan zoek ik de indeling van de meubelen. Dan maak ik een routing, hoe de eigenaar zich beweegt door de woning. Deze vormgeving is het verhaal van de eigenaar en weerspiegelt dit. Nou ja, het maken van een schilderij, dat is een verhaal apart. Dat is, ik had het decor, dat was de oude Bonte Polderstraat bij mij tegenover. Ik moest een stevige boerenmeid hebben die model kon staan voor de drieling. En er moest een licht verschil zijn. Dus je hebt de drieling in het verhaal. De een heeft lang haar, de ander heeft half lang haar en de ander heeft kort haar. Dat is het enige verschil wat er is. Dus ik kon met één model volstaan. En een pruik en nog een pruik en dan was het voor elkaar. Om dat te maken heb ik dus een eigen fotostudio boven. Kan ik dus foto's maken van het model. En dat inpassen in het landschap wat ik hier zie. Het zijn kleine details, maar die zijn wel heel belangrijk. Ik neem niet zomaar iemand. Ik heb wel iemand nodig die aan die uitstraling en dat karakter van zo'n boerenmeid voldoet. Alleen deze dames die zijn ook in staat om zichzelf heel goed te presenteren. Het zijn dus niet alleen die stevige boerenmeiden die af en toe eens op een trekker zitten en leuke tientjeskleding kopen. Nee, dat zijn van die dames die zich heel goed kunnen manifesteren in een grote stad. Dan draaien ze de hand ook niet voor om. Ze dragen ook die oude agrarische wereld waar ze vandaan komen, dragen ze met zich mee. Hier zie je dat niet, want hier zien ze eruit alsof ze zo naar de stad kunnen gaan. Dat is dat stukje presentatie wat die meiden in zich hebben. Dus het karakter van zo'n model wat ik hier heb, is ontzettend belangrijk voor zo'n schilderij en een verhaal. Als daar iets niet in klopt, dan gaat het wringen en dan wordt het geen goed verhaal. Dit kon ik dus zelf maken. De achtergrond, het hele decor was ook aanwezig. Dus de schilderij was eigenlijk heel snel gemaakt. En dat zie je dan ook weer terug in het boekje. Ik heb hier ook een heleboel tekeningen van de typetjes waar het over gaat. En het hele verhaal staat hier ook in. Dus al die kleine details van het maken van zoiets, die zijn belangrijk. En daar heb ik dus ook aandacht voor. Als ik ga schilderen, dan heb ik even alles om me heen geparkeerd. Ik ben niet bereikbaar. Ik ben een soort kluizenaar. Ik sluit me op en ik begin te werken. En dat houdt niet op voordat het erop staat. In grote lijnen. Het hoeft niet allemaal tot in de details geschilderd te zijn. Maar in het begin van die periode dan ben ik echt heel intensief alleen maar bezig met te kijken of alles wat ik schilder klopt. Want zoals ik het wilde te zien, zoals ik het in mijn hoofd had. En zo ontstaat zo'n schilderij. En zo wordt het uiteindelijk afgewerkt. En dat is wat je hier ziet. Het grijze pad in het schilderij is voor mij de inspiratie voor de vloer. Dit kan gekozen worden in steen of in PVC, afhankelijk van de woonwensen van de gebruiker. In de volgende fase starten we met de muren. Dan kijken we naar het schilderij en halen we het groen uit het schilderij in het interieur. Als het ware halen we de natuur in huis. We gebruiken olive green voor de wand. Hierop passen we van Decoration het effect toe van de houtnerftechniek. Dan gebruiken we cypress white en we gebruiken voor een wand Cornwall Black. Dit is een mooie balans en harmonie en is verfrissend en rustgevend. Voor de gordijnen heb ik gekozen voor een linnen look in de kleur Casper Blue. Deze is transparant en laat het licht mooi binnen.
Hierbij refereer ik ook naar het schilderij Naar de lucht. Ik laat deze gordijnen maken in een weefplooi en hang ze op aan een roederrails in geborsteld aluminium. Deze horizontale lijn wordt hierdoor door dit materiaal niet benadrukt, want ik wil vooral de verticale lijnen benadrukken, maar hierover strakjes meer. Het karpet is in een rustige grijze tint gekozen. Het vergroot het wooncomfort, maar gaat daardoor ook niet te veel opvallen. Bij elk schilderij wat ik maak hoort een tekst. En het zijn meestal kleine gecomprimeerde teksten waar het over gaat. Elk schilderij heeft een verhalend karakter, dus het vraagt altijd om enige uitleg. Maar toen ik dus met dit schilderij bezig was, was het al eigenlijk gelijk al een beetje een verhaal. En dat verhaal werd groter en groter en groter naarmate er steeds meer dingen gebeurden rondom het kappen van bomen. Daar begon het mee. Maar het is eigenlijk ook het verliezen van de boerencultuur. Dat is eigenlijk de bakermat van onze cultuur. Al 10.000 jaar hebben we dat opgebouwd. Dat zouden we nu ineens even wegstrepen voor industrie of voor plastic gadgets. Wij zijn heel erg luxe geworden en we kijken niet meer zo naar het verleden, terwijl dat er nog steeds is en het wordt ook steeds meer uitgegund. Dat is ook het punt waar ik dan tegenaan loop. Een ander punt is dat heel veel mensen zwaar ontstemd waren over het feit dat dat zomaar met een pennenstreek werd weggevaagd. En dan heb ik het over de Hedwiggepolder. Dat zet heel veel kwaad bloed. Dat kan nergens heen. Mensen staan machteloos aan de kant te kijken hoe dat gebeurt. Dus zo'n schilderij begint dan ook ineens een soort metafoor te worden voor al die opgekropte woede die geen kant uit kan. Ik maak daar een hedendaags spookverhaal van. Ik verpak dat als het ware in een soort theaterstuk waarmee de rollen omdraaien. Het is dan wel fantasie, maar het zet wel iets recht. En heel veel mensen hebben daar een soort van prettig gevoel bij, zo van ha, weet je wel, tijdens een vertelavond zo'n verhaal vertellen, iedereen weet waar het over gaat. Het wordt niet benoemd, maar het gevoel zit er wel in. En dit boekje is dan eigenlijk een grotere uitvoering van dat verhaal wat op een vertelavond verteld werd, wat op zich eigenlijk al een vrij groot verhaal is. Hier gaan we er iets dieper over in, zonder ook de vinger op de gevoelige snaar te leggen. Dat kan de lezer zelf wel beoordelen. Helemaal achter in het boekje staat dan nog een tekst in het plat Axels. Speciaal gemaakt voor de vertelavonden. Dat is in 7 minuten tijd te vertellen. En dat is de tijd die staat voor zo'n voordracht. En in het boekje heb ik het dus over een hedendaags spookverhaal. Spookverhalen ken ik nog van vroeger. Uit de tijd dat ik dat boek las van Johan de Vries. Dat ging eigenlijk altijd over oude verhalen van heel vroeger, waar sommige oude mensen zich nog iets van konden herinneren. Dat schreef hij op. Ik vond het een prachtig boek, maar het waren wel altijd oude verhalen. Net alsof er nu geen spookverhalen meer kunnen ontstaan. Dat is niet waar, want die ontstaan nog steeds. Als je wil, kun je ze horen. Dus ik heb hier een modern spookverhaal van gemaakt. En dan, ik laat daarin dingen gebeuren die eigenlijk net niet kunnen. Maar het zou kunnen. Een heel simpel voorbeeldje, helemaal achterin. Daar eindig ik een beetje mee dat de bomen die zijn omgezaagd, die beginnen gewoon weer te groeien. En dan zegt iedereen van, ja, dat is een heel raar gezicht als je dat ziet. Zo'n dikke boomstronk met zo'n klein sprietje in het midden eruit. Dat kan niet waar zijn. Fout. Dat kan wel. De Cornwall Blackmuir is in contrast met het schilderij met de drie dames hun rode jassen. Deze kleur heb ik teruggebracht in de erkfauteuil van Frits Hansen. Deze is in contrast met de andere meubelen. De verticale lijnen in het interieur refereren naar de zwarte kousjes van de dames. In de volgende stap zijn we gekomen bij de verlichting. Verlichting in het interieur. Het is niet alleen functioneel, maar het creëert ook sfeer. De verlichting van boven is natuurlijke eenvoud. En gaan we de verlichting langs onderen brengen, dan geeft het dramatiek. In dit ontwerp heb ik gekozen voor natuurlijke eenvoud.
zowel in de spots boven het schilderij als in de hanglampen. Als u echt wilt experimenteren, is het ook een optie om LED's, gekleurde LED's, te gebruiken. In de laatste stap gaan we kijken naar de decoratie. U kunt altijd een combinatie van kunst gebruiken. Uiteraard moet u wel terugkijken naar het eerste kunstwerp qua kleur, qua stijl. Voor deze heb ik gekozen voor gebruiksvoorwerpen, zoals de schalen op de tafel. Deze verwijzen terug naar de boomstammen in het schilderij. En als laatste sluiten we af met een lekker glaasje rode wijn. Dit waren de verschillende stappen waarmee ik een interieur inricht. Ik hoop dat het u inzicht heeft gegeven in de verschillende mogelijkheden die we kunnen doen met kunst in het interieur. Uiteraard is elke persoonlijkheid en elk interieur anders. Daarom nodig ik u graag uit om bij Pot Interieur in Axel met mij een persoonlijk gesprek te hebben om uw interieur uit de kunst in te richten.